Goedenavond Eindhoven, van harte welkom namens de Nationale Postcode Loterij hier in een van de mooiste plaatsen van Brabant. We gaan hem uitreiken en het wordt heel spannend. De postcode kan je van maar liefst 30 miljoen euro. En dat hebben veel Eindhovenaren met wijkcode 5625 geweten. Ruim 1300 bewoners uit Woensel mochten de buit verdelen. 15 miljoen ging naar 9 bewoners van de Heuvelakker met postcode 5625 VP. Bij de mensen met de winnende wijkcode was het de hele avond spannend hoeveel geld ze precies zouden winnen. Elk uur kregen ze op grote schermen te zien hoeveel geld ze zouden krijgen per lot. Voor de bekendmaking konden de bewoners dus alleen maar gissen. Met zoveel mensen moet je natuurlijk niet denken dat je echt een hele vette prijs hebt. Maar je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Ja, wij denken 3000 euro per lot. Hè? We hebben 2 loten. Nadat de wijkcode-winnaars wisten hoeveel ze zouden krijgen, ging iedereen uit zijn dak. Heeft u een prijs gewonnen, meneer? Hier staat het toch te feesten. Ja, heerlijk. Hartstikke mooi hier, jongen. Vindt u dat niet erg? De vriendinneke heeft wel gewonnen, hè? 8000! Ik ga nooit meer bij de weg. En daar kan de zon. Geweldig. Gewoon niet mooier zijn. Echt waar. Ik ben er helemaal blij mee. Echt waar. En wat gaat u ermee doen? Ik denk dat ik eens op vakantie ga. Daar ga ik mee beginnen. Vind ik erg leuk. Nou, mijn auto laten maken, hè? Nieuwe laptop. Dus ik ga op vakantie. Ja. Ja. Toch? Ja. Ik ben er echt ook gelukkig mee. Natuurlijk waren er ook mensen die geen loten hadden. Zij maakten er, ondanks het feit dat zij niks hadden gewonnen, toch een mooi feestje van. Ik had eigenlijk eerder moeten kijken of ik een lot kon kopen. Maar ik ben al blij dat ik in deze wijk mag wonen. Dus klagen doe ik nooit. Hè, dus. Heel veel mensen hebben gevraagd of ik er ziek van was. Ik ben er dus niet ziek van, maar wel heel jammer natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Ik vind als je in Friesland gevallen was, was ik ook niet ziek van geweest. Dus het is gewoon heel jammer, maar ja. Het is toch leuk om mee te mogen feesten. Ja, het levert toch een gezellig feestje op. Dus, Ja, we wilden eigenlijk een lot kopen en er is er niet meer van gekomen. Maar ja, weet je, pech gehad en het komt er vast wel weer overheen. Op het speelveld aan de Lohengrinlaan ging het feesten tot lang na de uitreiking door.